Er zijn nog steeds weinig SBC's bezig op FIFA. En vandaar ben ik nog altijd bezig met een flinke handelssessie. Ik moet nog een speler of 80, 90 verkopen, denk ik. Maar ik verwacht dat de opkomende dagen er best wel veel SBC's komen. En ook met FUT Birthday verwacht ik dat EA eindelijk eens een keertje een paar fatsoenlijke icon SBC's gaat voltooien. Ik had gisteren nog één heel goede deal. Ik had namelijk Nacho Fernandez gekocht voor 48k. Nadat hij heel veel gepanic sold werd. Nadat Ajax echt een masterclass laten zien. En ze met 1-4 terug het Bernabeu uit hadden gestuurd. Daardoor was hij op dat moment 48k. En hij is op dit moment ongeveer 55 tot 57 waard. Dus dat is een makkelijke manier om profit te verzamelen. En ik weet niet waarom de menus zo aan het lijken zijn. Want niks schijnt op dit moment te werken. Maar ik hoop dus wel dat we eventjes nu de Weekend League Rewards kunnen doen. Zoals je weet ben ik dit weekend ten nauwe nood niet elite geworden. Ik had namelijk niet genoeg tijd. Ik had nog wel een potje over. Maar ik had gewoon simpelweg niet meer genoeg tijd omdat het 7:55 was. En de Weekend League tot 8 duurt. Wil je meer info daarover, dan kan je mijn video zien die ik heb geüpload een paar dagen geleden. Via het ietsje rechtsboven het scherm kan je daar naartoe. En ja, ik moet maar eens kijken of ik dit in godsnaam kan regelen. Want anders kan ik alsnog geen Weekend League Rewards gaan openen. We gaan dan eerst maar eens even kijken naar het Team of the Week. En ik heb daarom ook een best goed weekend gekozen om door te gaan naar Goud 1. En eigenlijk baal ik een beetje dat ik net niet die laatste win had kunnen binnenslepen voor Elite 3. Omdat er een of andere nare persoon besloot om mij expres in de game te houden. Waardoor ik niet genoeg tijd had om de laatste game in te gaan. Maar toch weer een 29 Gianluigi Donnarumma. Ik heb hem al besproken in mijn beste spelers op iedere positie. Omdat ik van mening ben dat hij een van de beste keepers is na De Gea en Courtois. Vanwege zijn lengte geweldig met het stoppen. Goede positionering en heel erg goede reflex natuurlijk. Virgil is ook weer in vorm. Hij is nu nog maar één nummer onder zijn player of the month. 91 algemene vorm met 79 pace. 91 verdedigen en 90 physical. Als ik hem in mijn player pick zou krijgen, dan zou ik oprecht twijfelen of ik hem niet moet gaan gebruiken in plaats van Varaan. Omdat Van Dijk sowieso vanwege zijn Nederlandse roots al echt wel goed is. En iedereen weet met zijn 99 kracht dat hij een van de beste verdedigers is in deze hele game. Samen met Blanc, Ferdinand en dat soort zaken. Ramos en Timothy Varaan en zo. Voor de rest hebben we ook op het middenveld een paar goede. Robin van Persie was weer een Nederlandse vorm. Natuurlijk na zijn hat-trick was er weinig twijfel over mogelijk. Maar met zijn 47 uitdagingsvermogen gaat hij weinig schade aanrichten. Maar het is wel leuk om hem eventueel te krijgen als ik voor de rest geen andere goede opties krijg. Dan hebben we drie goede spitsen. Quagliarella, alweer met zijn derde in vorm geloof ik. Op zijn 35 tot 36 ondertussen volgens mij al zit hij eventjes lekker nog alles aan gort te schieten. Ongelooflijk dat hij op die leeftijd nog zoveel kan scoren. Beetje zoals Ronaldo, maar dan de Italiaanse versie. Ook Lewandowski, 33 in vorm. Geweldige kaart. Hij heeft nu een stuk meer pace. 33 snelheid. Volgens mij is zijn normale kaart 79 of zo. Met 32 shooting, 32 passing en natuurlijk ook geweldige koppen. Hij is een spits die heel veel en heel graag gebruikt. Maar het is gewoon niet mijn type speler. Omdat ik toch meer houd van de wat snellere, behendige spelers. Dan moet ik daarom dus ook totaal niet gaan aankloppen bij Romelu Lukaku. Hij heeft wel fantastische stats. Alleen zijn 79 dribbeling houdt mij er een beetje van af. Omdat hij echt draait als een truck. Hij is totaal niet lenig. Maar als je hem puur als afmaker gebruikt die een beetje kan springen en koppen. Met als krachtmonster die moet schieten. Dan is Lukaku een geweldige optie. En als ik hem krijg met player picks, dan zal ik hem natuurlijk ook oppakken. Piqué is simpelweg te langzaam. Op de bank hebben we dan nog een paar goede spelers. Onder andere Mkhitaryan als linksbuiten. Die met zijn 5-sterren weak foot best wel veel schade kan aanrichten als hij wat goedkoper blijft. Omdat hij dus van alle markten thuis is qua stats. En Morata ben ik heel blij. Ik had namelijk zijn 1-2-1 gekocht voor 11k. Als je misschien nog herinnert. Heb ik van 25 verkocht. En dat was een goede beslissing, want op dit moment kost zijn one to watch niet eens 22k meer. Kortom, prima Team of the Week. We gaan maar eens door naar Division Rivals en FUT Champions. Ik ben deze week rang 1 Divisie 1 Division Rivals geworden. Dus dat betekent dat ik 2 megapacks krijg en daarnaast ook 2 ultimate packs. Want we gaan gewoon lekker voor de untradable rewards. Ik kan ook 80k pakken, maar het is toch leuker om ultimate packs te openen. Kans op prime icon moments. En ik kan bij de megapacks ook heel goed de andere squad finishes zo gebruiken. We doen dus eerst een megapack, dan een ultimate pack, dan weer een megapack en tot slot weer een ultimate pack. Vooral de 100 fijne K packs moet ik dus goed uitkrijgen. Ik hoop ook een paar walkouts, in ieder geval 1. Ik krijg uit mijn 100k packs van goud 1 onder 2 mogelijkheden op walkouts. Het eerste pack is daarentegen wel drama. En ook de rest is niet bepaald best. Ik weet wel dat Bigas nog wel voor wat gaat, maar ik wacht eventjes tot de markt een beetje tot stilstand is gekomen. Omdat op dit moment iedereen voor belachelijk lage prijzen gaat. Dus het is zonde als ik dat allemaal zou gaan gebruiken. Ze zijn trouwens allemaal untradable. Ben ik helemaal vergeten. Ik kan hem toch niet verhandelen. Maar Bigas is wel altijd handig. Ik raad sowieso aan
om nu wat random gouden spelers te kopen van goede nationaliteiten. Dus bijvoorbeeld Spaanse centerbacks, Engelse linksbacks of Engelse centermids. Zeg maar spelers die op iedere positie altijd moeten staan. Als je die code van die nationaliteiten kan je namelijk voor heel veel verkopen. Ik verwacht namelijk met de FUT Birthday dat EA weer SBC's gaat doen. Van die dagelijkse SBC's waarvoor je 50k pack kan krijgen. En dan kan de kans best aanwezig zijn dat je daarvoor dus ook bijvoorbeeld random Spanjaarden nodig hebt of Engelsen. Die gaan dan voor 4 of 5k. Terwijl je nu voor misschien 400-500 coins kan kopen. Dus koop die mensen van goed nationaliteiten op random posities die op iedere formatie staan. Dus spitsen, centermids, centerbacks en keepers en zo. En dan maak je sowieso voor een paar weken winst met FUT Birthday. Door naar het Ultimate Pack 30 spelers. Allemaal zeldzaam. Hopelijk ook een walkout. Dat zou lekker zijn. Maar ik krijg zelden walkouts hieruit. En ook deze keer weer niet. Ik vraag me echt af of EA heeft zitten knoeien met de kans op goede spelers dit soort packs. We krijgen een Italiaanse spits. Het wordt dan Balotelli. Een 33 algemeen als beste. Ja, we gaan maar door naar het laatste Ultimate Pack. Maar dit is niet heel best. Dan zijn deze spelers hooguit een beetje handig voor wanneer ik een SBC moet doen met 32 en 33 ratings. En dat is dus ook een tradable zijn. Wel zonder Goretzka kan ik dus niet gebruiken. En ik ga hem ook niet omruilen, want mijn ander is tradable. Maar ik heb daar 500 wedstrijden mee gespeeld. Dus ik heb wel een hechte band met hem. Dus ik ga hem niet verruilen. En we gaan maar door naar het laatste ultimate pack. Want Goretzka is nu gediscard. Het maakt hem niet meer uit. Hopelijk op een walkout nog het laatste packie. Dan nog naar goud 1. En we krijgen gewoon geen walkouts. Het belachelijk. Krijgen we wel neer voor een piep? Nee, we krijgen hooguit een boordenkaart. Een Fransman, een rechts buiten. Dat wordt dan Ousmane Dembele. Dat is toch wel lekker. 34 rated. Dan gaan we nu maar door naar de Weekend League Rewards. Naast Ousmane Dembele krijgen we nog Tauvin en Draxler. Maar ik weet dat ik Ousmane Dembele ook al een tradable heb gepakt. Dus die kan ik ook niet houden. Want ze zijn dus allebei een tradable, als ik goed begrijp. Ja, ze zijn allebei inderdaad een tradable. Dus ik moet hem discard. Dat is wel zonde. Ik heb met deze wel iets meer wedstrijden gespeeld met de andere. Dus deze moet ook gediscard worden. En dan heb ik dus twee redelijk high-rated kaarten helaas moeten discarden. Maar ja, dat is het. Dat krijg je als je untradable rewards pakt. We gaan door naar goud 1 rewards. Dus we krijgen 50k, 200k packs en ook 2 player picks geloof ik. Waarmee we dus 4 kansen krijgen op een goede. We gaan dus maar eens kijken wat we krijgen. We beginnen met de player picks en dan nog de 200k packs. In de hoop dat we daaruit nog iets goeds krijgen. We beginnen maar eens bij deze 4 opties. Hopelijk Virgil of zo, een andere high-rated. En niet alleen maar 78, 79 rated. Dus we krijgen Robin van Persie of Stuani. Ja, Stuani is dan toch wel beter. Die gaat dan later voor iets meer. Ook al wil ik heel graag eigenlijk wel van Nederlands trots van Persie gaan pakken. Maar Stuani met 36 rated, heel prima. Goede kaart ook. Volgens mij zijn tweede of derde in Vommel tussen al. Naast Pace heeft hij eigenlijk alles. Maar iedereen weet dat Pace belangrijk is. Dus hij zal denk ik nooit gebruikt worden. Maar 36 rating komt altijd van pas. En dan gaan we nog door naar het tweede van de player picks. Hopelijk zit hierin nog een betere Virgil van Dijk of zo. We krijgen Fekir. Nou, dat is lekker. Toch een 37 en een 36 rated. Het is geen Romelu Lukaku of Lewandowski. Maar het is wel een 37 rated Nabil Fekir. Geweldige stats ook. 35 kracht, 34 uitingsvermogen. 92 dribbelen met 91 zelfbeheersing. Geweldige passing. Geweldige afmaken. Hij kan oprecht nog best wel goede kaart zijn eigenlijk. Wanneer ik dus op zoek ben naar een Franse cam, dan kan hij mogelijk een oplossing bieden met zijn 4 sterren skill moves. 3 sterren weak foot. Hij is dus kort op een best goede kaart. En dan kan ik dus niet klagen met player picks. Een 36 rated en de 37 rated. Het is dik prima. We sturen naar de club. En dan gaan we door naar de 200k packs. Ik weet niet waarom EA nu zit te knoeien met mijn pack. Ik krijg namelijk altijd goede packs. En nu blijft het een beetje uit. Tenzij we hier uit dit pack een walkout krijgen. Dat zou lekker zijn. We krijgen het niet. En ik hoop wel dat we in ieder geval 1 walkout krijgen. Dat zou wel zo lekker zijn. Anders zou het toch wel heel erg zonde zijn dat we uiteindelijk met lege handen staan. Een centerback. Dat wordt een Laporte als beste. 34 rated. Heeft ook een upgrade gekregen als ik me niet vergis. En die kunnen we dan wel voor iets verkopen. Daarnaast ook Cancelo en de rest sturen naar de club. De 32 rated. Dus ook David Neres van Ajax. En dan ook Lucas Vazquez die naar de transferlijst gestuurd gaat worden. Op zich een oké 100k pack. Maar het is geen walkout. De naam kan ik er niet echt tevreden om zijn. Dus laatste pack hier nu te gaan. Nog 100k pack. Nog 1 kans per goede. Laat hier een walkout in zitten. Laat die hele witte tekst aan onder zien. We krijgen geen walkout. Dat is echt belachelijk EA. We krijgen dus. We hebben eigenlijk Weekend League voor niks gespeeld dan. Want we krijgen er alleen een paar goede player picks uit. We krijgen als allerbeste Pickford. En ja, dat is dan niet al te best. Ik weet niet hoeveel Gabriel Jesus doorgaat. Ik denk eigenlijk niet voor meer dan 2,5k of zo. Daar zal ook nog wel voor iets gaan. Al die kaarten gaan naar de transferlijst gestuurd worden. Behalve degene die voor niks zullen gaan. Upgraded Bergwijn uiteraard al in de club. En dan gaat de rest nog gediscard worden. Kortom, met 37k kan ik nog weinig upgraden met 11. Ik wacht dus op FUT Birthday wanneer er nog een paar goede SBC's komen hopelijk. Dan ga ik al mijn kaarten verkopen. En dan kan ik beginnen met upgraden.
Ik wil eigenlijk heel graag eens een nieuwe aanvallend mid gaan halen. Misschien wil ik terug naar Griezmann. Ook al is Rashford voor mij heel prima met 64 doelpunten en 48 assists. Ook net vet. Ik weet niet echt wat ik ervan moet denken. Ik wil heel graag dus Prime Icon Moment Del Piero. Maar die kost 3 miljoen. Dus moet ik nog flink gaan sparen. Maar Butragueño is voor mij prima. Kijk naar deze moyenne. 117 doelpunten en 77 assists in 119 wedstrijden. Geweldige spits. Ik ben zo blij dat ik hem gehaald heb. In tegenstelling tot Stoichkov die het voor mij toch een stukje minder doet. Maar hiermee zijn we aangekomen bij het einde van de video. Wil ik jullie graag bedanken voor het kijken. Goede player picks dus. Iets minder goede packluck. Maar alsnog Fekir en Stuani zijn prima om te verwelkomen in de club. Ik hoop jullie te zien bij een van de andere video's. Linksboven zie je mijn meest recente video. Rechtsonder een random video. Die je misschien niet gezien hebt. In het midden de abonneerknop. En dan hoop ik jullie te zien bij een van die video's. En tot die tijd. Schrik later mensen.